35 in de baas. Een mooie volle bak met Justin Eindhoven, Jeroen van der Wiel, Koen Bollegoed, Kevin Klopboom, Max Homo, Thijs Tafelkous, Jan Laponder, Lotte van der Wiel en VOE. Je gaat hier in die superklasse alles ondersteboven zetten. Maar die 445, Thijs Tafelkous, die zegt ik wil ook nog een keer meedoen. Hier bij FC Amazone. En dan gevolgd door die 317, Justin Eindhoven. Gevolgd door die andere rijder van FC Milan. En dat is Koen Bollegoed. We gaan alweer zachtjes aan richting het einde in die second motion. En wie zie ik daar in deze weer volle bak? Aan de leiding, Roland Struik met 235. Wordt het een kopiewedstrijdje van die andere? Want ze zullen natuurlijk wel weer even uitlopen. En dat is Roland Struik en Inge Gram van FC Amazone. We hebben een gaatje geslagen naar het rest van het veld. En dat is met 311 te beginnen. Is dat Joey Bow. En daar gaat er eentje van de trappers af. En dat is 32, Lars van Dongen. En dan zien we hier met 310 Petke van den Heuvel voorbij komen. En Lars, die kwam niet helemaal even goed uit, want die dacht, ja, zal ik over die heuvel gaan of zal ik met hem doorgaan? Ja, dan wacht ik maar even op die andere totdat die voorbij zijn. Race nummer 37 alweer. Ik zag een mooie sprong net hier van Kevin van Uden, hier over mijn schouder gekeken. En die zit ook aan de leiding, of zit aan de leiding, staat aan de leiding, op die prachtige fiets. En dan gaan we even door naar 2 en 3, en dat is met 129, Tom Dekker. En dan nog een mooie strijd tussen 3 en 4. Is dat, van de wijrijder Jamie van Zetten? Of Erik van der Wiel. Ik laat het aan de lijnjury over. En dan gaan we weer naar die andere mooie volle bak. Weer achterrijder. En wie zien we hier dan aan de leiding? Eentje van de Roepers. Vervolgens door eentje van FC Nederland. En dat is dan Lotte van Zandvoort. En dan zien we daar eentje van FC Amazone op 3 rijden. Op met de startnummer 741 is dat Romano Brok. Maar wie gaat dan hier dan van? De Roepers aan de leiding met 11 is dat Michael van Gelder. En weg zijn ze, race nummer 39. En ik zie daar 130. Race 40. En wie pakt hier de leiding? Is dat met 105 Gilbert Schoenbrink of is het Wesley Eindhoven? Het is Wesley Eindhoven van de Geldermalsen aan de leiding die mooi buitenom ging. En Gilbert eventjes naar die tweede plek vertrokken. Dan gaan we naar 390. Ja, dat is Matthijs den Oude. En die zegt, als ik bij die eerste vier zit, dan zit ik eigenlijk goed. Want dan kan ik ook naar die halve finale. Maar die 475, die moet die Wesley van Bergen, die van nu op, moet nog eventjes op zijn tellen passen. Race 41. En wie zit daar allemaal in? Dat is Robert van Mil, Robert Dirks, Eentje van Elf, Rosanne Tietinger en Dion van den Heuvel.
en Jurgen Kooijmans. Aan de leiding hier met 483, Jon van den Heuvel. Hij kan hem bijna uit laten lopen. Ja, daar komt de wind. Ja, dan moet je weer gaan trappen. En dan 75, Jurgen Kooijmans op 2. En dan op 3, eentje van de wijrijder, eentje van Elst. Race nummer 42 in de second motion. Het gaat allemaal alweer iets sneller met Chelsea Boetmeulen, Bart van Haren, Joe Schuster, Leroy van Hassel. Aan de leiding hier en Joske van der Heijden en Bart-Jan Onning. Aan de leiding hier Leroy van Hassel, gevolgd door eentje van de wijrijder. Met 119 is dat Bart van Haren. En dan eentje van Gelder Mansen met 329, die met anders dan Bart-Jan Onning. En dan met 441. Ik zie ze eens even omkijken. Op... Race 43. En daar zijn we weer. En daar is hij weer. En daar is hij weer, zeg ik. Aan de leiding hier. Rens Hombo met 711. Hij denkt... nog eventjes vol te betalen en dan gaan we aan die pauze beginnen, want gaan we even kijken wie er op 2 zit met 447. Het wordt dringen. Dat is Teddy Vondman met 447 in conclaaf, wou ik zeggen, met 110 Perry van Wijk. Maar als je dat knippert, dan is Perry toch alweer doorgeschoven naar plek 2. Race 45, die kan daar volgens te komen met 706. Nou, best tegen. Gevolgd door eentje van FC Nuland. En dat zal dan Jorg van Dinter zijn. Dan gaan we even kijken naar 3 en 4, twee rijders van Gelder Mansen. En dat is met 372 is dat Stefan Lerner. En dan met 313 John van den Heuvel. Dan zien we nog eentje van Dubbelboer voorbij komen met 79, Chantal Bron. En de laatste rit in de second motion, race nummer 46. Met Maarten van Wijk, Emiel Hall, Koetkosten, Hart gestegen, Marius gestegen. Lampen Broekmeulen en Danny van Doesburg. En daar een mooie inhaalbedrijf van eentje van FC Amersfoort. Met 727 is dat Marius Verstegen. Maar kijk je daar nog eventjes aan de stok met 395. En dat is Danny van Doesburg. Ja, dames en heren, dat was de second motion. En nu hebben we even een pauze van een minuut of 10.